Yo, kijk voor Bieden Movie en welkom bij deze nieuwe aflevering van Be The Show. Het is alweer eventjes geleden voor de laatste aflevering, maar we gaan gewoon weer verder met elke maand een nieuwe aflevering. En net zoals de vorige keer, beginnen we met de top 3 video's. Alleen het aparte vanaf nu is dat ik niet mijn video's ga nemen, maar video's van anderen. En we beginnen met de video van DDG en dat is Dubnoos Raden. En dan de YouTubers bijraden natuurlijk. Dan zien wij een fotootje van Minecraft. Ja. Met een pistool en een dood schaap. Alsof die doodgeschoten wordt. En de enige van wie ik denk dat ze zulke pundels maken is Job. Oké. De super dus. De super 2 gaming waar die maar zijn Minecraft. Oh, dit is ook meteen je antwoord van. Je gaat gewoon meteen vol erop van. Bang, ja, dit is Job. Oeh, nou ja, dan had je toch iets langer over na moeten gaan denken. Want... Echt waar? Ah, die is Enzo Knol. Nee! Ja, dus dit is 2-2. Wat een kut thumbnail! Oh my god, oké. En op nummer 2 staat een video van Het is Sam. En Sam gaat Ella Brabantse woordjes leren. En laten we maar zien hoe dat verloopt. Een fiep. Dat is echt een leuk woord. Wat er ook is, ik ga het vanaf nu gebruiken. Fiep. Fiepje. Je zou zeggen een fiets, maar het is heel raar. Een fiep. Het heeft te maken met baby's. Een fiep. Oké, misschien komt dat op van het woord vibrator af. Voor baby's. Een kinderwagen. Een spee. Ja! En op nummer 3 staat een video van Game Meneer. Hoe kan het ook anders? Onze geweldige Don staat er natuurlijk ook in. En dit keer met een Don der Dag video. En het is dit keer geworden. De yoga challenge, want ik vind hem echt hilarisch geworden. Nee, maar je bent gek in je hoofd, joh. Je legt benen op plekken waar we benen geen eens horen. Ja, maar je moet je arm linksom achter doen. Ik kom alleen maar tot hier. En dan moet ik nog mijn voet ermee pakken ook. Ja, maar dan kom ik maar tot hier. Dus er mis sowieso een halve meter afstand ertussen. Dus dat gaat toch niet? Je bent gek in je hoofd dat je dit doet. Heb jij nog een video recommendation voor mij voor aankomende maand? Laat dan zeker weten via Twitter. En misschien ga ik hem ook kijken en komt hij in de show. Een nieuw item in deze show zijn de mijlpalen. Deze maand hebben wij 1 mijlpaal behaald en dat zijn de 700 abonnees. En natuurlijk gaan we ook weer de comment van de maand bespreken. En dit keer is dat de comment van Jeroni. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat is onder de video waar dat ik mijn kaartjes aan het unboxen ben. En hij zegt daarover. Je bent goed bezig kerel. Leuke kaartjes zijn het geworden. Slim bezet om 2 verschillende kaartjes te doen. Mooie vormgeving. Ziet er netjes uit. Deze kun je met trots weggeven. En ik heb expres 2 verschillende soorten gedaan. Omdat het eigenlijk ook gewoon 2 verschillende secties zijn. Waar dat ik op dit moment mee bezig ben. Ik ben er inderdaad heel erg trots op en ik heb ook heel veel van jullie gehoord die eigenlijk lovend zijn over de kaartjes. Dus heel erg bedankt daarvoor. En als jij er nog eentje wil hebben, laat me weten. En misschien krijg je er wel eentje binnenkort. De shoutout van deze maand gaat naar Max Universe. Hij is echt een hele toffe kerel. Hij maakt hele leuke video's. En hierbij krijg je een stukje te zien uit zijn afgelopen Dutch The Gathering video. Ik vind hem in elk geval heel erg tof en ik hoop zeker ook dat jullie hem gaan checken. Linkje staat ook zeker in de beschrijving. Ik vind dat je leuke video's maakt, want goede kwaliteit en goede presentatie, zeg maar. Ja. Ja, je blijft me doorgaan. En dan gaan we door met het laatste onderdeel van vandaag en dat is mijn video recommendation. En vandaag heb ik mijn autorijden vlog maar weer eens uit het archief gehaald. En hierbij krijg je een stukje te zien van toen ik nog aan het autorijles was. Hij wil mij maar filmen. Ik ben een aantrekkelijk jongen. Ja. Weet je dat? Precies niet. Hij denkt er weer anders over. Hij denkt, dat laat ik me niet eens in 2 keer zeggen. En dat was het dan weer voor deze keer. Vond je deze video leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. En dan zeg ik de mening. En dat is al. Doei. Ik hoop dat iedereen er goed op staat als boek of zo dit nog een keer doen.
Maar het ligt daar wel een enorm troep. Goed gedaan, zeg. Dat ga ik dus echt niet meer doen. Het was al teringzooi en ja, dit maakt het er niet heel veel beter op, zeg maar. Non die. Maar hey, het was leuk.